Uitslagen van een veelvlak maak je door voldoende ribben door te knippen zodat je het veelvlak kunt openvouwen en plat kunt maken. Een uitslag kun je gebruiken als bouwplaat voor een veelvlak. Maar is zo'n uitslag verder nog ergens goed voor? Het antwoord is ja. Je kunt het gebruiken om de kortste weg te bepalen, bijvoorbeeld door een grillig landschap. En in deze video is zo'n grillig landschap een regelmatige zeszijdige prisma. Wat is de kortste route? Van punt A naar punt B over het oppervlak. Zo? Via het hoekpunt? Of langs de zijvlakken? Om die vraag te beantwoorden is het handig de uitslag te bekijken. Het belangrijkste inzicht van deze video is dat de kortste routes over de rand van een veelvlak overeenkomt met een rechte lijn in de uitslag. Maar hoe lang zijn die kandidaten dan? Om dat te berekenen zetten we de afmetingen in de figuur. De lange ribben zijn 3 en de korte ribben zijn 2. A zit halverwege de ribben. De regelmatige zeshoek is onder te verdelen in gelijkzijdige driehoeken, dus de diagonaal is 4 en worden de loodlijn daar verdeeld in 1 en 3. Dat geeft aanleiding tot de bekende 1-2-wortel3 drie, driehoek onderin hier. Nu is het een kwestie van de stelling van Pythagoras toepassen op de rode driehoeken. Voor de ene driehoek is dat 1,5 kwadraat plus 4 kwadraat is 18,1 vierde. En daarvan de wortel is ongeveer 4,72. En voor de andere driehoek is dat 1,5 plus wortel 3 in het kwadraat plus 3 in het kwadraat. En de wortel daarvan is 4,41. Dus dat lijkt de kortste route. Voor de zekerheid berekenen we de route langs het hoekpunt. Dat is 2 langs de ribben, plus, met de stelling van Pythagoras, 3 tweede kwadraat plus 2 kwadraat, en daarvan de wortel, is al met al 4,5. De route over het bovenvlak is dus echt de kortste. Probeer nu zelf eens te berekenen op welke hoogte A moet zitten op die ribben, zodat de kortste route wel naar B wel via het hoekpunt gaat.